is het tijd voor... Avondshow. Avondshow, ja maar jongens, dit gaat toch niet werken zo? Avondshow, ja maar jongens, dit gaat toch niet werken zo? Waarin we inzoomen op sympathieke ideeën waarvan wij denken dat ze op deze manier niet gaan werken. Met vandaag. Het Van Gogh Museum bestaat dit jaar 50 jaar. En om dat te vieren zijn ze een unieke samenwerking aangegaan met Pokémon. Ja, Van Gogh en Pokémon. Dan denk je misschien, wat een gekke combinatie. Maar fun fact, Vincent van Gogh kon ook alleen zijn eigen naam zeggen. Dat... Vincent van Gogh, Vincent van Gogh! Dat is helemaal gek, die gast. Maar, nou, wat was het idee? In het museum hangen sinds 10 dagen schilderijen van Pokémon-personages in de stijl van Van Gogh. Want, zo zegt de directeur van het museum, door deze samenwerking kan de volgende generatie op een verfrissende manier kennismaken met de kunst en het levensverhaal van Vincent van Gogh. Kan, inderdaad, kan. In mijn tijd deden we dat met een absintproeverij. Had wel meer met Van Gogh te maken, maar ik snap dat Pokémon kindvriendelijker is. Nou, naast de schilderijen hebben ze ook nog een exclusieve merchandise te koop in de giftshop. En er is een kinderspeurtocht uitgezet. Als je die helemaal afmaakt en alle vragen goed beantwoordt, krijg je deze gratis Pokémon-kaart. Leuke plannen allemaal. Laten we even kijken of de kinderen het wat vinden. Wat zijn kinderen groot tegenwoordig, hè? En kaal ook. Kaal. Ja, het Van Gogh Museum heeft de populariteit van Pokémon een beetje onderschat. En die kaart is nu een super zeldzame Pokémon-kaart. En dat is heel veel geld waard. Ze worden nu al voor honderden euro's verkocht op eBay. En ze worden waarschijnlijk alleen nog maar meer waard als Pikachu dood is. Zit eraan te komen. En er zijn zelfs al mensen die met het doorverkopen duizenden euro's hebben verdiend. En dan kun je denken, oké, dit was waarschijnlijk niet helemaal de bedoeling van die samenwerking. Maar ook die doorverkopers die komen dan wel in aanraking met de kunst van Vincent van Gogh. Al deze mensen in een boek is gewoon aan het invullen via het internet. Om ik denk zo snel mogelijk daar de kaarten te kunnen krijgen. Ja, haal ook zo'n kaart, vrolijke Belg. Je bent er toch? Mensen vullen gewoon in de foyer het boekje van de speurtocht in en halen een Pokémon-kaart. En dan zijn er ook nog mensen die zelfs geen toegangskaartje kopen. Die staan gewoon buiten voor de deur kinderen op te wachten. Bij de uitgang duiken handelaren op bezoekers met de Pokémon-kaart. Ze bieden ze geld en verkopen de kaarten door. Zoals onder andere deze mannen. De mannen die hier bij de uitgang van het museum staan willen absoluut niet met ons praten en willen ook niet herkenbaar in beeld. Ah, jeez, wat treurig. Dan sta je daar achter een dranghek. Jongetje, jongetje, jongetje. Heb jij nog Pokémon-kaarten voor me? En natuurlijk, dit mag je doen, maar ik vraag me wel af, is het ethisch verantwoord om duizenden euro's winst te maken met kaartjes die bedoeld zijn om kinderen kennis te laten maken met kunst? Om die vraag te beantwoorden schakelen we even naar onze correspondent ethiek Jonathan van het Reven, dames en heren. Hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, Arjen, ik heb daar lang over nagedacht. En natuurlijk kun je je afvragen, is het ethisch verantwoord? Maar wat ik mij heel erg afvraag is, heb jij interesse? Hoezo interesse? Ja, je weet dat je ze wilt, Lubach! Nee, kom op! Ja, natuurlijk wel. Nee, toch? Ik maak een prijsje voor je, geen probleem. Maar, heb jij van die speurtochten zitten invullen? Nee, man, dat hebben die kinderen al gedaan. En een kinderhand is gauw geleegd, zeg ik wel eens. Je kunt toch niet iets afpakken van kinderen? Oh, zeker wel. Die zijn zo, hè? Dat is echt geen enkel probleem. En jij bent dus ook helemaal niet binnen geweest? Natuurlijk ben ik wel binnen geweest. Het is juist heerlijk nu. Het hele museum is uitgestorven. Iedereen zit in die giftshop. Ook alle beveiligers. Dus je kan lekker je ding doen. Wat bedoel je? Nou, volgens mij weet jij precies wat ik bedoel. Hier. Huh? Hallo! Wow. Kijk. Oh, mooi. Wacht, is dit de echte? Ja, ik neem aan dat ze daar niet een neppert aan de muur hebben hangen. Dan wil ik mijn entreegeld terug. Nee, gaan we niet doen dit. Jawel hoor, deze... Ja, is echt zeker echt. 10 mil is hij van jou om die pauperstudio nog een beetje cachet te geven. Oké, doe hoor, Jonathan. Dankjewel, Jonathan van het Reven. En tot zo. Ja, maar jongens, dit gaat toch niet werken zo? Dat was hem alweer. Jullie allemaal heel erg bedankt voor het komen. Jullie thuis bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Hoi. Oh, wacht, niet bewegen. Ik zie dat je je niet geabonneerd hebt op ons YouTube-kanaal. Dus goed dat we daar nu achter komen. Abonneer je maar gauw. Niemand hoeft het te weten. Snel, kom.